Au, 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 au. Ik ga je even een verhaal vertellen. Zegt, nou, ik twijfel wel of ze echt zijn. Okay, ben je er klaar voor? Nee. Hoi, welkom bij weer een nieuwe video van Dr. Girls. Period time. Ik ben zo brak, het is echt helemaal. Goedemorgen, het is vandaag maandag. Ik ga even ontbijten en mijn camera laten leggen, want hij is leeg. Dus dan zie ik jullie zo weer. Ik wilde eigenlijk om 2:30 bij de sportschool zijn, maar toen dacht ik, ik heb niet geluncht. Ik heb altijd als ik ga editen, vooral op maandagen, dan, schiet het er gewoon bij in. Ik merk sowieso, nu ik een tussenjaar heb, dat eten... Drinken, alles schiet er altijd bij in. Ik drink veel te weinig. Maar het is gewoon, op school dronk ik echt gewoon water uit verveling. En ik at mijn appeltjes tijdens de les wel eens uit verveling. Maar nu doe je dan zoveel andere dingen. En je krijgt niet een aparte pauze waarbij je dan realiseert, misschien wil ik wat eten. En op een of andere manier had ik toen veel meer last van honger op school. Dus ik ga even genieten van mijn noedels. Ik ga naar de sportschool. Let's go. Ik had in mijn vlog van vorige week gezegd dat ik dus zo moe was. Nou, oké, ik heb het bij een andere vlog gezegd. En toen kreeg ik een berichtje. Ik neem elke ochtend een bruistablet, want ik ben ook altijd zo moe. Geen idee welke ze nam. Maar we hebben bruistabletten, vitamine C. En dat helpt misschien ook wel. Hallo? Dus dat ga ik even opdrinken. Tenminste, ik ga het even in doen. Water erbij. En dan ga ik dat even doen. Ik heb nog steeds mijn pyjama aan. Ik heb hier geslapen. Scheid. En ik ga zo eventjes een cover opnemen. Ik moet een stukje van Naked nog eventjes opnieuw opnemen. En dan wil ik misschien ook nog I Don't Give a Fuck van Dua Lipa doen. Want die was ook wel goed ontvangen. Mensen vroegen ook om Halo. Maar ik kan maar een heel klein stukje van Halo. En daarna wordt het echt out of my league. Dus ja. Au, 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 au. Hij staat niet scherp. Er zat hier een barst in en ik dacht ik ga even voelen. Ik ben echt zo dom. Overigens, mij komt er een pakketje aan nu. Oké, ik was net naar beneden gelopen om een pakketje op te halen. In die tijd is er al echt wel een paar uur overheen gegaan. Ik ga je even een verhaal vertellen. Ik heb nu sneakers. Nu denk je misschien, oh tof joh, waar heb je die vandaan? Ik ga jullie even vertellen wat er allemaal is gebeurd. Een paar jaar geleden, of een jaar, 2 jaar geleden, wilde er een sneakerbedrijf met mij werken. Ik dacht alleen maar, wow, ik had toen helemaal niet veel collaborations gehad, zeg maar. Dus ik dacht, wow, ik krijg nieuwe sneakers. Is echt fucking tof. Geef het, weet je wel. En ik dacht ook niet echt bijna van, goh, is dit bedrijf echt of niet. Op een gegeven moment hoorde ik niks meer van ze en was ik het zelf ook weer vergeten dat ik sneakers zou krijgen. En toen, een paar maanden geleden, kreeg ik een bericht van hetzelfde bedrijf. Hey, vorige keer zijn we failliet gegaan. Thanks for letting me know. Maar we zijn weer bezig en kunnen jullie weer sneakers sturen? Dus ik had met mijn management overlegd van, is dit oké? Toen zeggen ze, nou eigenlijk, weet je, zouden ze dan wel meer moeten sturen? Want je Instagram is gewoon wat meer waard dan toen. Ze zouden hem dus nu 3 sneakers sturen, waarvan deze, waarvan ook nog de Air Max 97 in het wit en de Air Max 97 voor een mannelijke versie met beige en wit, grijs ofzo. Die waren dan voor Stef. Want ik vind het gewoon leuk om dingen te delen die ik dan krijg. Dus het duurde echt 2 maanden of zo voordat ze binnenkwamen. En op een gegeven moment zeiden ze tegen mij, ja, vertraging met bedrijf en zo. En nou, ze sloeg helemaal nergens op, want het duurde echt heel lang. Echt 2 maanden. Dus ik geloofde het al niet echt meer. Stef en ik hadden zoiets van, volgens mij komen ze echt niet meer binnen. Totdat ze zeiden van, nou, ze komen die dag binnen. Oh ja, toen wilden ze afspreken. Dat is ook nog eens zo vaag. Om de sneakers aan me te geven. Ja, want we spreken af met promotors. Ik dacht echt, no way. Weet je, ik ken horrorfilms, afspreken gaan we niet doen met vreemde mensen. En toen zeiden ze, nou oké, dat sturen we ze wel. Dus ik dacht, prima, daar ben ik vanaf. En toen
zeiden ze dat ze ze vrijdag binnen zouden krijgen. En gelijk zouden, toen vroeg ik of ze gelijk wilden opsturen, want dan had ik ze misschien al zaterdag binnen. Ja, ja, is goed. Dus ik zo dinsdag, woensdag op een gegeven moment van, hey, ze zijn nog niet binnen. Hoe kan dat, weet je wel? Oh, wat gek. Ja, misschien komt het door de paasdagen. Dus ik zei van, oh ja, oké. Toen kreeg ik zondag, afgelopen zondag, dus eergisteren, een track and trace code. Die ze eigenlijk al deed zouden sturen. Maar die stuurde ze ook deed het niet. Ze reageerde opeens niet meer. En die stuurde ze toen om 7 uur of zo, of kwart over 5. Stuurde ze op een gegeven moment een track and trace code. Ik dacht, oké, chill. Dus er kwam er elke keer niet te staan of wanneer ze binnen zouden komen. En ik dacht, maar ze zijn toch al weken geleden verzonden. Dus ik belde naar PostNL. En toen zegt ze, ja nou ik weet niet wat die mensen hebben verteld hoor, maar ze zijn zondagavond pas om 17 uur nog wat afgeleverd bij PostNL-punt in Capelle aan de IJssel. Dus ik dacht, what the fuck, weet je wel, het was toch al een week geleden verstuurd. Dus ik had ze dat, ik had al een DM gestuurd van, goh, hoe zit dit, want ik kreeg dit en dit te horen. Oh ja, wat raar, dat klopt echt niet, dit en dat. En het grappige is, op het PostNL dingetje hier staat gewoon 8 april 2018, kwart over 5. Dus dat labeltje is dan gemaakt en het is dan opgestuurd. Daarbij kwam het in een fucking Albert Heijn tas. Ik dacht, what? You kidding me? De doos ligt beneden. Ik zou even een foto laten zien van de doos. Want het is gewoon lachwekkend. Mijn manager moest ook gewoon heel hard lachen. Die dacht echt, is dit nou weer, weet je wel? Het kwam in deze doos. Er zat geen papiertje omheen. Ik weet niet of je dit kan zien. Dit kan ik daar zo meteen ook op eens niet laten zien. Maar er zitten lijmresten op. Het is scheef geplakt. Het logo klopt niet in de binnenkant. De hele kleur. Ik kan dit nergens op internet vinden, deze kleur. Dus ik, I don't know what's wrong, maar... Het ruikt naar de Primark. Ja. Onderkant klopt niet. Ik ga nu even laten zien wat er nog meer niet klopt. Dit is nogal scheef geplakt. Ik weet niet of het kan zien. Beetje naar links. Hier zitten allemaal stiksels los. Dan kom je bij... Kijk hoor. De andere schoen is volgens mij nog lelijker. Hier zitten een paar stiksels los. Hier is gewoon best wel lijmklodder, zeg maar. It's so not okay. Dit is echt gewoon lijmresten. Gewoon lijmresten to the max. Hier. Lijmresten. Gewoon niet netjes afgewerkt. Je ziet het ook gewoon. Hetzelfde geldt bij de andere schoen hoor. Het is niet alleen bij die ene. Ik weet niet voor wat voor witte klodder dat is. Maar it's not okay. Normaal kan je er soort van doorheen kijken. Omdat er een soort van een paar gaatjes in zitten. Onderkant klopt niet. Dat hoort gestreept te zijn. Dit hele merk klopt ook niet. Want volgens mij zit dat soort... Sorry, ik heb pijsjes nu op mijn vinger. Dat zit bij de Air Max. Gewoon de normale Air Max. En het zou een kwartslag gedraaid moeten zijn bij de Air Max 95. Dus nou, ik was nogal pissig. Ik ga dus nogmaals niet zeggen welk bedrijf het is. Want ik wil het gewoon meer als een soort van, wow, wat de fuck heb ik nou meegemaakt? Plus, oh, ze weet ook niet wat een antwoordnummer is. Oh my god, oké. In ieder geval, ik had dus gezegd van... Want ik zou er nog twee binnenkrijgen. Ik heb gezegd, nou, ik twijfel wel of ze echt zijn. Oh ja, waarom twijfelt u dan? Hun Nederlands was trouwens ook de hele tijd niet goed. Ze maakten niet correcte zinnen. Waarbij, ik maak ook niet altijd normale zinnen. Maar als je met een klant bezig bent, weet je, dan verwacht je dat je gewoon normale zinnen ook afmaakt. Want toen ik zei, is het echt? Ja, het is 100%. Punt. 100% wat? 100% NL? Dus ik zei van, nou, ik twijfel nu wel heel erg. En toen zei hij helemaal, ja, waarom twijfel je? Het is al best wel raar als je op zo'n manier naar je schoenen gaat kijken, want dan vertrouwde hij ons dus niet. Dus ik zei, nou, het kwam binnen in een Albert Heijn tas en in een andere doos. Dus toen dacht ik, hey. Dus ik zeg, toch hier een belletje bij me rinkelen. En toen heb ik alle foto's gestuurd van wat er allemaal mis was met die schoenen. En toen gingen ze helemaal in ontkennen, maar ze zeiden wel, ja, stuur maar terug dan, wij betalen de verzendkosten. Nee, ik ga geen verzendkosten betalen. En zeiden ze, oh, dat betalen wij wel. Toen heb ik gezegd van, nou, maak maar een antwoordnummer, stuur mij dat maar. Wat is een antwoordnummer? Ja, you're a fucking company, weet je wel. Doe niet zo vervelend. Dus ik heb twee neppe Nike Air Max 95. Ze zijn superleuk, de schoenen zelf. Maar als ze nep zijn, denk je toch. I want to have these babies. Dus... Het wordt eventjes sparen.
Ik heb net weer mijn PD gehad. En ja, ik ga dat nog niet helemaal uitgeven. Ik moet sparen voor mijn leven van deze tijd. Het is lachwekkend. Ja. Maar ik wil jullie gewoon alleen zeggen van let op bij wat je... Vooral sneakers zijn heel vaak nep. Let op bij wat je dat koopt. Er zijn een aantal sites waar gewoon bekend van is dat je het er niet moet kopen. Deze importeur hiervan is NikeBetterWorld.com. En ze komen uit Vietnam. Dus ja. Klopt volgens mij echt geen snars van. Nou ja, hè. Ik heb echt het idee dat ik Primark schoenen in mijn handen heb gewoon. Het is echt grappig. Ik vind het wel een soort van fascinerend hoe mensen zulke dingen zo nep kunnen maken. Oh, ik weet niet of dat aan mij ligt. Maar dit is ook echt super scheef. Het zijn ook deze normale vierkantjes. Maar ja, ik ga nog even verder met mijn strijd tegen dat bedrijf die zegt dat ze echt zijn. Verder, fijne dag allemaal. Ik heb dit al een beetje al zo opgeruimd. Die is een beetje kapot. Dit moet ik nog een beetje opruimen en dat is verder veranderd. Dus dat komt zo. Wij gaan naar dorp. En ik heb dit aan. Dus doei. Goedemorgen. Ik heb nu over dit aan, want ik heb net een cover opgenomen. En ik dacht, ik neem gelijk even een stukje intro op voor deze video. Wat ik wilde zeggen. Ik ga vandaag naar Girls en naar Meiden Magazine. En dat is leuk. En ik ga me nou even omkleden daarvoor. Ik heb make-up al gedaan en ik ga echt pas om 1:15 weg. Het is 10:15. So that's nice. Maar ik wilde eigenlijk deze video, dus die cover gaan editen. Dus dan heb ik daar nog mooi even tijd voor. Lekker productief dagje. Zo, ik heb even de staart gedaan, want ik heb geen zin om het met lange los haar te hebben. Vet productieve dag. Het kutte is, het is echt vet lekker weer. Maar ik ga niet naar buiten, want dan... Ik heb gewoon goed mijn make-up gedaan en dan gaat het weer afsmelten, dat weet ik nu al. Maar het ziet er zo lekker uit. Ik vind het wel... ik vind het wel fijn dat ik... Hallo? Dat het weer een beetje voelt alsof ik zeg maar werk heb om te doen. En dat ik dan ook zoiets heb van, oh dan heb ik even een vrije dag. En dat ik ook echt kan uitkijken naar het weekend omdat ik dan vrij ben ofzo. Want nu doe ik gewoon covers, video's, editen. Mooi licht trouwens. En ja, ik vind het gewoon een wat fijner idee. Dan voel je gewoon weer even mens. Mijn tosti is klaar. Knippen jullie je tosti ook altijd? Ik knip hem gewoon door. En dan kleur ik hem op mijn bord. Ik doe het altijd. Ik weet niet of jullie het ook doen. Ik ga even lekker eten en dan gaan we zo met mama naar Dordrecht. Echt tyfus lang rijden. Er zit niks bij om de camera even te beginnen, koningin. Ik ben bij Meiden Magazine met Lisa. Ja. En we gaan een video opnemen met snoep in een blender en vies. Ik wil één bananen bij mij. Er zit er dus nog half een banaan in. Oké, ben je er klaar voor? Nee, maar ja, dat moet ik gewoon. 1, 2. Hoi, welkom bij weer een nieuwe video van Dr. Girls. Ik ben Lilia en je kan mij misschien kennen van het Junior Song Festival. Of onlangs nog van de Voice of Holland. En ik ga vandaag vragen voor jullie beantwoorden. En ik hoop dat ik jullie tips kan geven. Ik ben thuis van Dordrecht en ik was echt vet misselijk in de auto. Ik ben ook echt heel moe. We gaan zo eten en ik hou nu eventjes mijn make-up eraf. En dan ga ik naar beneden. En soepel. En dan komt Stef nog eventjes langs. Because we're too addicted to each other. Nee, ja. Ik bedoel, als hij naar haar verjaardag gaat en hij rijdt langs mijn huis, gewoon een soort van... Dan moet ik even een kusje brengen. Ik ga make-up er even afhalen. Oh, ik dacht ik laat jullie misschien even zien wat ik voor make-up gebruik.
olie van de Nivea. Dit is niet van Nivea. Opnieuw. Olie van de Hema. Voor je ogen. Dat klinkt zo vies. Dan gebruik ik verzachte tonic van Nivea. En daarmee, kijk, hoe ziet het er zo uit. En als je deze een beetje langs je ogen haalt, maakt het niet uit. Je hebt ook wel eens van die tonics en dat prikt echt super erg. Maar bijvoorbeeld, ik heb wel eens dat ik dan 's middags met olie mijn make-up eraf haal. Maar dan zie ik gewoon niks meer, omdat die olie al met je ogen komt. En als je dit er dan overheen haalt, dan werkt het wel prima. Zo, ik mag wel even 10 van zulke watjes gebruiken. Ik smeer normaal nooit zoveel op mijn gezicht, alleen bij opnames, dus vandaar. Ik weet niet wat ik heb gedaan, maar volgens mij zit er iets van kaarsvet op mijn vest. Ik heb altijd hier echt vet erge blauwe kringen. Echt lelijk. Ik denk dat ik vanavond ook nog wel ga douchen, dus dan kan ik alles nog even een keertje goed schoonmaken. Ik heb hier iets, en je ziet het nu niet hoor, maar het jeukt zo erg. Dan hou ik nog met een watje met olie mijn lippenstift eraf. Weer met die olie van de Hema. Maar het maakt trouwens niet zo uit welke olie je gebruikt, maar waterproof mascara haal je heel makkelijk met olie vanaf. Ik heb ook wel eens gewoon babyolie gebruikt van Zitzel. Lipstift is eraf. Dan ga ik nog één keer met een watje met tonic. Ik kan er niet tegen als er nog iets van olie op mijn gezicht zit namelijk. Ja, ik ga sowieso even douchen, want ik moet nog steeds foundation van mijn gezicht af. Dan laat ik het even drogen, snel. En dan doe ik. Ik had eerst deze van Nivea, maar die was echt 10 euro. Toen dacht ik, deze is 5 euro, dus waarom niet deze? Een nachtcreme op en die doe ik als dagcreme, als tussencreme. Als ik zin heb om iets zachts op buiten te doen, doe ik die op. Maar kijk, als het nog niet helemaal droog is, dan wordt het wit. Alsof je zonnebrand opsmeert. Doei! Hoi, het is vandaag donderdag. Ik ben al echt een hele tijd wakker, want het is al bijna 4 uur. Oké, het is 4:30. Stef die was vanochtend bij mij om te leren voor zijn theorie. En ik heb gewoon een beetje niks zitten doen. Tenminste, ik heb vlogs zitten editen. En toen kreeg ik super buikpijn. Because period time. Na 3 maanden. Dus dat is echt toppie joppie. En ik ben verslaafd aan Love Island. Dus dat ben ik nu aan het kijken. Goedemorgen, het is ongeveer 11:30. Ik heb om 1:00 een soundcheck, want ik heb vanavond moet ik optreden bij een soort gala. En dat is in Zwolle. Ik heb hier net een meter weggehaald, maar dat het een beetje rood is. Maar dat is een gala met bedrijven. Het heet het Flevo Penningen Gala. Het is volgens mij ook een wedstrijd of zo. In ieder geval moet ik het Flevolandse volkslied zingen. En Stef gaat me opgeladen met gitaar, dus dat is leuk. Dus daar heb ik zo meteen een soundcheck voor. Wel zonder Stef, want die kon niet. Dus ik check gewoon even vooral het geluid. Ik doe nu nog even deze CC cream op. En dan ga ik even eten en chillen. Ik ben echt mega ongesteld. En niet als in mega... Het klinkt heel vies, maar ik bedoel meer gewoon dat ik er heel veel last van heb. Heel veel buikpijn. Ja, echt vet kut. Ik voel me ook echt een beetje ziek. Daardoor. Maar ja. Ik wil nog iets vertellen. Ik heb vanavond meidenavondje met een paar vriendinnen. Wel heel erg leuk, want ik ken hun eigenlijk voornamelijk van Stefan. Wacht even. Zij zitten in de vriendengroep van Stef. En een meisje Annelies ken ik al van de middelbare van de HAVO. En die heeft nu ook met een relatie met een goede vriend van Stef. Dus super gezellig.
vanavond is mijn avondje, daarna kroeg en dan is Stef daar ook als het goed is. Verder heb ik mijn haar gewassen en gefeind. Ziet er wel weer goed uit. Ik heb wel een beetje uitgroei, alleen ik ga dus op vakantie bijna. Dus dan doe ik het daarna laten fixen. Ik ga het alleen waarschijnlijk laten knippen. Alleen ik twijfel daar heel erg over of ik het zou laten knippen. Het is wel chill om wat korter haar te hebben daar. Maar dat ga ik nog even beslissen. Ik ga zo even wat eten en nog even chillen totdat ik moet gaan. Ik heb er echt geen zin in. In het optreden vanavond wel, maar soundcheck is gewoon altijd een beetje poep. Maar het moet gebeuren. Ook fijn dat je er wat meer vertrouwen in hebt, maar ik voel me gewoon echt niet lekker. Dus daar heb ik er geen zin in. Ik heb dit aan. Een shirtje in mijn broek gedaan. Ja, is niet zoveel bijzonders. Zo zie ik er nu uit, dus dat lijkt me prima. Ik voel me gewoon echt poep gewoon. Als ik thuis ben, ga ik even mijn kamer stofzuigen. Ik moet ook even tampons halen. Wat wil ik nou zeggen? Oh ja, ik moet stofzuigen. Ik doe even mijn bed verschonen. En ik moet even Stef's blouseje strijken. Dus ik ben helemaal opgemaakt en eigenlijk klaar. Ik moet alleen nog eventjes mijn jurk aandoen, obviously. En ik heb mijn nagels gelakt, teennagels gelakt. En ik ga zo naar beneden. Dan gaan we zo meteen even wat eten. En dan brengt mijn vader ons daarheen. Oh. En dan gaan we naar optreden. Best wel spannend eigenlijk. Burgemeester komt ook. Er komt iemand uit de politiek van de CDA volgens mij. Zo zit mijn make-up. Ik ben er blij mee. Ik hoop dat het een beetje goed blijft zitten. En ik ga even zo lekker naar beneden. Even niks doen. Vergezichten stemmen ons zo vreugdevol. Het is zaterdagochtend. Ik heb gisteren dus opgetreden bij het Flevo Penningen Gala. Dat was heel leuk. Daarna ben ik gelijk doorgegaan naar vriendinnen. Daar heb ik mijn avondje. Daarna ging ik naar de kroeg. Daar was Stef ook. En eindstand ben ik nu vet brak. Stef is naar sportschool. Want hij heeft een cursus om een certificaat te halen. En ik ga met mijn moeder even naar het dorp zometeen. Als ik deze kloffie uit heb. Ik heb trouwens nieuwe slippers binnengekregen van die Adidas flip-flops. Want ik heb die villa's dus teruggedaan. Ik ben zo brak. Het is echt helemaal. Ik denk ook niet dat het vanavond nog een keer uitgaat. Dat was wel het plan, maar ik wil gewoon in bed liggen. Ik voel me echt een heel netjes meisje, want ik heb nu zo'n VL-shirtje aan. Met zo'n subtiel kettingje. Mijn haar zo half vast en dan zo. Nou, nog steeds klit in mijn haar, terwijl ik het helemaal nog uitborstelen. Niet goed genoeg dus. Ik voel me wel iets beter. Ik ga zo eventjes wat eten en dan ga ik even met mama naar het dorp. En dan moet ik daarna de badkamer schoonmaken. Echt geen zin, maar ja. Nou, zelf klit in mijn haar. Ik had dus gisteren gekruld. Maar je ziet er echt niks meer van. Normaal dan zit het nog wel een beetje in de slag, maar je ziet er echt niks meer van. Hoi! Het is vandaag zondag en ik weet niet of ik superveel gevlog deze week. Ik voel me een beetje schuldig, maar volgens mij is het ook prima. Ik probeer vandaag wel een beetje te vloggen. Wij gaan eventjes. Ik voel je helemaal niet schuldig. Hoezo niet?
Dat is allemaal nep. Ja. We gaan even een rondje lopen. Even wandelen. Met deze stilo boy. Ja, kom.